Goedemorgen allemaal en welkom bij ons inmiddels alweer tweede webinar in samenwerking met Kemp. In dit geval Tak Vlomon, maar daar komen we straks op terug. Dus welkom bij onze webinar. Laten we gelijk starten, want we hebben 30 minuten, zodat jullie straks weer allemaal lekker verder kunnen gaan met waar jullie mee bezig waren. Dus ik moet even... Kijk, de techniek werkt mee. De agenda van vandaag is eigenlijk heel simpel. De introductie waar we nu mee bezig zijn. Dan de presentatie van Vlomon, dus Martin Huizer. En we eindigen met een Q&A. Dus dat zal na de 30 minuten van start gaan. Dus mochten jullie vragen hebben, bewaar ze of zet ze even in de chat. Zodat Nicole, die op de achtergrond de techniek regelt, de vragen aan ons door kan geven. De sprekers, of eigenlijk de spreker van vandaag, is Martin Huizer. Hij kan zichzelf denk ik het best voorstellen, dus dat gaat hij straks ook doen. Mijn naam is Jozef Matisatim en ik ben werkzaam voor Nuvias, IT-distributeur in de Benelux. En ben voornamelijk verantwoordelijk voor de vendoren Kemp en Vlomon. We hebben de afgelopen periode gewoon best wel... De samenwerking intensief opgezocht en zijn dus erop gekomen om deze webinar vandaag te organiseren voor jullie. En aan de rechterkant zien we een, dat is eigenlijk een beetje een knipoogje. Dat is Waldo, die wil ik jullie ook introduceren. Die staat bekend om om eigenlijk het concept Where is Waldo? Dus je moet dit karaktertje moet je zoeken in een hele grote massa met mensen. En dat is eigenlijk ook een beetje de knipoog naar het stukje NDR, waar we waar NDR helpt de bad guy te spotten. Dus deze jongeman Waldo hebben we ergens in de presentatie van Martin verstopt. Dus als jij die vindt en als jij die ziet ergens in een slide, dan geef dat dan even aan in de chat. En de eerste twee die het snelst reageren, die sturen wij een prijs. Over de chat gesproken, is natuurlijk een heel technisch dingetje, dat GoToWebinar. Dus even, dit lees ik ook gewoon even op. Jullie microfoon staat automatisch op stil. Voor het stellen van een vraag klik je op de oranje pijl rechtsbovenin. Typ je vraag in de vragenbox en klik op send. En wanneer je vragen hebt tijdens de webinar, dan zal Nicole die in ieder geval noteren. De webinar wordt opgenomen, dus deze ontvangt u ook achteraf per mail. Dat is in principe, kun je die ook gebruiken voor collega's die er niet bij kunnen zijn, of mocht je in de tussentijd toch nog eerder weg moeten. Dan heb ik eigenlijk mijn stukje gedaan en wil ik het woord geven aan Martin Huizer. Welkom, Martin. Ja, welkom allemaal, goedemorgen. Mijn naam is Martin Huizer van Progress Kemp. Ik ben verantwoordelijk voor de sales organisatie in de Benelux. En ik denk dat ik eerst eventjes iets vertel over een hele recente gebeurtenis. Sinds 1 november is Kemp Vlomon overgenomen door Progress. Progress Software, dat is een Amerikaans bedrijf. Dat zich volledig focust op het bouwen van tools om applicatiebouwers te helpen hun software te bouwen. Wij spreken Exact Software, maakt gebruik van Progress tooling om hun software te bouwen. Dus bij elke Exact klant draait eigenlijk een stukje Progress. En zo zie je ook bij het gevangeniswezen. En die hebben ook eigen tooling geschreven met behulp van Progress Software. Dus eigenlijk, Progress is misschien niet zo'n heel bekende naam. Maar als je wat verder kijkt, zitten zij onder de motorkap van heel veel applicatiebouwers. En is dat wel een hele mooie toevoeging van ons, zeg maar, om daarbij te komen. Omdat zij zitten echt in de software tooling en wij zitten in de management tooling om de beschikbaarheid van de applicaties te managen en ook in de gaten te kunnen houden. Dus al met al een mooie aanvulling, denk ik, voor Progress. Voor ons betekent dat we een hoofdkantoor EMEA in Rotterdam hebben. Voor Kemp Vlomon is dat natuurlijk wel heel erg fijn om een home office te hebben in de Benelux. Dat hadden we niet.
Dus wij kunnen nu ook klanten of partners uitnodigen in Rotterdam. En zodoende daar ook sessies en alles te organiseren. Dat is natuurlijk altijd veel leuker als dat je in een eigen kantoor hebt, als dat je dat vanuit huis of zaaltjes moet huren en dat soort dingen. Dus ik ben heel blij dat we bij Progress horen. En ik verwacht ook in de ontwikkeling daar een enorme boost in. Zodat vanuit Progress wordt er flink gas gegeven op de ontwikkeling van de beide productlijnen van Camp. Dus lees Loadmaster, dus het load balancing stuk en Flowmon. Het NPM en het Network Detection en Response deel van Camp. Dus daar zal in de toekomst hopelijk veel ontwikkeling plaats gaan vinden. En zodoende, dan hebben onze klanten en partners daar natuurlijk ook veel toegevoegde waarde van. Even kijken, het team Benelux van Progress Camp bestaat uit mijzelf, Martin Huizer. Nou, zoals ik net al zei, sales in de Benelux. Mijn collega Maarten Labadie, ook sales. Maarten focust zich wat meer op de Loadmaster kant. Ik focus me wat meer op de Flowmon kant van Camp. En we hebben een eigen pre-sales, Tony van der Kammen, is ons technisch geweten. En die kan ook alle partners en alle eindgebruikers helpen met technische vragen en proof of concept en allemaal dat soort dingen. En wat ik ook al zei, een hoofdkantoor in MIA in Rotterdam. Dus nou, dat is even een stukje introductie van Progress, Camp, Flowmon. Ja, het is allemaal het loopt allemaal wat door elkaar heen. Maar ik hoop dat naar de toekomst toe er gewoon stabiliteit en duidelijkheid komt in alle uitingen in de markt. Dus dat komt zeker goed. Nou, nu snel door naar het webinar van vandaag. Naar de inhoud, waar het echt om gaat. Security awareness, de middel van network detectie en response. Ja, als je kijkt in de wereld van cybersecurity en hoe het aantal aanvallen en de complexiteit van die aanvallen groeit. Ja, is het nodig om anders te kijken naar je security omgeving en andere manieren te introduceren om je veiligheid van je essentials in je omgeving te waarborgen. Daar gaat het vandaag over. Oké, network detection en response. Wat is het eigenlijk? Network detectie en response, het analyseert het netwerkverkeer. Het bepaalt het risico, het detecteert de anomalies daarvan en kan door middel van een integratie met andere systemen hierop ingrijpen. Een voorbeeld daarvan is zeg maar een kwaadaardige connectie. Die kan middels een koppeling met de firewall direct na de anomaly geblokkeerd worden. Of bijvoorbeeld een gebruiker die ook verdacht gedrag vertoont. Die kunnen we middels een koppeling met een netwerk, met een NAC-oplossing, kunnen we ook in quarantaine zetten, dan wel gelijk van het netwerk afgooien. Dus ja, je hebt eigenlijk een volledig geïntegreerd verhaal, wat inzicht geeft, wat detecteert en daarop actie kan ondernemen. Als je kijkt naar onze vrienden van Gartner, die geven ook aan dat detectie en respons eigenlijk belangrijker is dan het blokkeren en preventie van zaken. Al met al natuurlijk een goede onderbouwing om aan de slag te gaan met NDR. Het is natuurlijk wel zo dat eigenlijk security is natuurlijk een iets wat je opbouwt in verschillende lagen. En het is een samenspel van allerlei oplossingen die eigenlijk de echte het security verhaal compleet maken. En vergeet ook de menselijke factor erbij niet. Want dat is natuurlijk altijd een eentje die we soms wel vergeten, maar eigenlijk is die het allerbelangrijkste. Want je kan natuurlijk allemaal hele mooie systemen bouwen. Maar als je niet weet hoe je daarmee om moet gaan of gebruikers die houden zich niet aan bepaalde spelregels, ja, dan ben je nog altijd, zoals men dat noemt, de sjaak. Dus heel belangrijk om het samenspel van het al te zien. Gartner heeft ook een SOC Visibility Triad gemaakt. Zeg maar een overzicht of een triad waarin alle mogelijke oplossingen weer worden gegeven die je zou kunnen gebruiken om je cybersecurity bedreigingen aan te pakken. Zoals je ziet is linksonder, wat ook veel ingezet wordt, is een SIEM-omgeving. Een SIEM-omgeving die logt natuurlijk heel veel events en die correleert die events, die doet forensische onderzoek ook over al die logging. En je ziet ook dat vanuit een stukje wet en regelgeving je vaak ook verplicht wordt om een SIEM-omgeving
op te bouwen. Wat ook een heel belangrijk deel is van het SOC Visibility Triad, is de endpoint detection. Als je natuurlijk goed inzicht hebt wat er zich allemaal afspeelt op je endpoints, ja, dan brengt dat natuurlijk ook veel meer zichtbaarheid in het verhaal. En met een EDR-oplossing kan je daar ook specifiek op ingrijpen op de endpoints. Als je dan kijkt naar het derde onderdeel, is dat netwerk detectie en respons. Dus eigenlijk de samenhang van al deze drie oplossingen maakt eigenlijk je strategie ten opzichte van cyberbedreigingen compleet. Je hoeft niet alles tegelijkertijd in place te hebben. Je kunt natuurlijk ook altijd starten met een van deze onderdelen. Ja, het liefst natuurlijk met netwerk detectie en respons. Maar goed, ik ben natuurlijk niet geheel neutraal in deze. Dus. Even een slokje. Even kijken. Ja, dus netwerkdetectie, een SIEM en endpoint detection, dat maakt dat je volledig zicht krijgt op alle cybersecurity bedreigingen. En daar kan je mee aan de slag. Oké. Als we kijken naar network security in het algemeen, dan zie je, als je kijkt naar perimeter security, dat is altijd, bij 99 van de 100, misschien wel 999 van de 1000 omgevingen is dat prima ingericht. Firewalls zijn in place, e-mail security, DNS security, allemaal dat soort rand security zaken is goed op orde. Als je verder kijkt naar de endpoints, is dat ook altijd in de regel goed voor elkaar. Daar is veel focus op en er zijn ook veel oplossingen voor die je daar op een relatief eenvoudige manier goed mee kunnen helpen om dat voor elkaar te maken. Dus dat is vaak ook gewoon op orde. De lastigheid zit hem in network security of lastigheid. Het is eigenlijk meer een onderdeel wat nog eigenlijk een beetje onderbelicht is geweest. En door ook organisaties als Gartner die daar veel meer rugbaarheid aan geven van het belang van dat soort oplossingen. Wordt dat steeds belangrijker. En de Flowmon Network Detection and Response oplossing, die begeeft zich in dat speelveld. Dus network security is al het verkeer wat zich eigenlijk over het netwerk heen beweegt. Als je kijkt naar de opbouw van een aanval, is dat natuurlijk, als je meer inzicht krijgt in van hoe een aanval is opgebouwd en hoe zo'n hacker dat bedacht heeft en dat soort dingen. Als je daar inzicht in krijgt, dan kan je ook veel beter daarop reageren. Nu heeft de Amerikaanse overheid gevraagd aan de MITRE-organisatie. Dat is een organisatie die, volgens mij is die al sinds eind 50 jaren actief in Amerika, als een non-profit organisatie, die eigenlijk de federale overheid ondersteunt in het bij vraagstukken van veiligheid. Ze hebben ook veel betekend voor de Amerikaanse overheid in de Koude Oorlog, jarenlang geleden. En ze zijn nu ook heel drukdoende samen met de Amerikaanse overheid voor cybersecurity, uiteraard. En ze hebben een framework gemaakt waarbij eigenlijk volledig inzicht wordt gegeven in hoe aanvallen worden opgebouwd. En met deze informatie kan je natuurlijk ook veel beter detecteren en reageren op aanvallen. Dus hoe meer inzicht je krijgt in hoe iets op is gebouwd, hoe beter je daarmee mee om kan gaan. En onze Flowmon NDR-oplossing is ook gebaseerd op dit framework. Wat je eigenlijk dan leert uit dit framework is dat je hebt altijd meerdere lagen van security nodig. Je kan niet één oplossing wat alles doet. Het is een samenspel van perimeter, van endpoint, van network security en allerlei andere oplossingen. Dus het is erg belangrijk dat je security approach, dat via verschillende lagen plaatsvindt. Als je dan kijkt naar wat network detection en respons, wat zo'n oplossing, in welke lagen die zich allemaal begeeft, dan kan je wel zien dat het heel erg van belang is dat je en goed kijkt naar je perimeter, goed kijkt naar je endpoints en goed kijkt naar je netwerk. En dat samenspel, dat maakt dat je een zo goed mogelijke bescherming krijgt voor je omgeving. Hoe ziet zo'n oplossing van Flowmon er dan uit? De basis is een Flowmon Collector. Dat is een
ofwel een hardware appliance of het is een virtuele appliance, dus die je op je eigen omgeving zou kunnen installeren. Alle bekende hypervisors worden ondersteund, dus dat is geen enkel probleem. Het netwerk wordt dusdanig geconfigureerd, zodat alle flow-informatie van de bestaande routers, switches en firewalls en wat dan ook, wat flow kan praten, dat wordt zo geconfigureerd dat al die informatie naar de collector wordt gestuurd. Die collector, die maakt van al die informatie, die geeft een inzicht over wat zich eigenlijk allemaal afspeelt op het netwerk. Dat is eigenlijk de basis van de oplossing, dat is Network Performance Monitoring. En bovenop op dat stuk inzicht is er een Anomaly Detection plugin, die dus het mogelijk maakt om afwijkend gedrag te detecteren. Middels machine learning, artificial intelligence en allemaal protocollen waar ik op dit moment dan even niet op ingaat, omdat we dan verder diep in gaan. En daar hebben we de tijd niet voor. Kan altijd achteraf of aanvullend. Dus dat geheel, dat maakt de netwerkdetectie en respons. En die collector is dus middels API. API's te koppelen aan firewalls om te kunnen reageren op een bepaalde verbinding die je zou willen blokkeren. Of je kan de omgeving ook koppelen aan een Cisco ISE omgeving of een Aruba ClearPass, een NAC oplossing, waarbij je dus gebruikers in quarantaine kan plaatsen, dan wel van het hele netwerk afgooien. Dus eigenlijk die volledige integratie met de responsmogelijkheden, die maakt het een netwerkdetectie- en responsoplossing. Als je ook kijkt naar als er een anomaly gedetecteerd wordt binnen het systeem, dan wordt dat ook onderbouwd op basis van de meter attack. Het meter attack framework. Dus er wordt aangegeven, hoe is die anomaly opgebouwd? Waar is die ontstaan? En wat voor zaken heeft die allemaal uitgespookt binnen je omgeving? En dat wordt dan conform het framework helemaal weergegeven. Dus je kan het helemaal terugzoeken en ook daar bepaalde acties op ondernemen. Een stukje integratie van de oplossing, zoals ik net al zei, is de oplossing via API's te koppelen met een NAC-oplossing of met een firewall. Maar aan de andere kant kan je ook de omgeving koppelen aan een SIEM-oplossing. Zodat dus alle events die dus eigenlijk door de NDR-oplossing gedetecteerd worden, doorgestuurd kunnen worden naar een overall SIEM-oplossing. Waarbij je dus een nog krachtiger samenspel krijgt van alle security oplossingen die je in je omgeving hebt draaien. En wat je ook hiermee kan bereiken is dat je de hoeveelheid events die naar het SIEM gepusht worden ook kan beperken. Omdat je natuurlijk al een analyseslag met je intelligentie, je anomaly detection intelligentie hebt gedaan. Waarbij de feed naar de SIEM oplossing minder wordt, waardoor je dus ook minder kosten meestal aan de SIEM-kant krijgt, want een SIEM rekent vaak op verkeer wat hij moet analyseren. Dus als er minder verkeer geanalyseerd hoeft te worden, betaal je daar ook minder. Dus het kan ook zo zijn dat de oplossing zich eigenlijk zelf betaalt als je deze zou implementeren in een omgeving waar je al reeds een SIEM hebt draaien. We hebben omgevingen live die gekoppeld zijn aan SIEM-oplossingen van Splunk, van Elasticsearch en van IBM. En in principe is er we hebben een RESTful API, dus je kan eigenlijk met alles koppelen wat die taal ook spreekt. Dus dat maakt wel een heel mooi, groot, waardevol geheel van alles. Eigenlijk even samenvattend. Iets wat je niet kan zien, kan je ook niet beveiligen. Dus middels onze oplossing geven wij dus volledig inzicht in alles wat zich over het netwerk, wat zich op het netwerk afspeelt. En wij kunnen dus middels die anomaly detection software, die intelligentie die wij hebben ontwikkeld, kunnen wij afwijkend gedrag detecteren. Dat kan afwijkend gedrag van gebruikers zijn, dat kan afwijkend gedrag van een switch zijn of van een firewall. Dat kan op heel veel zaken kan je dat gebruiken. En dus
wat je niet ziet, kan je niet managen. Dus inzicht is eigenlijk key in de hele netwerk- en detectieoplossing. Als we dan kijken naar de voordelen van de Vlomen oplossing. Waar springen wij nou eigenlijk eruit in het concurrentielandschap? Ik denk dat een heel groot voordeel van onze oplossing is de schaalbaarheid van de oplossing. We kunnen vanaf 1 gig tot aan 100 gig verkeer kunnen wij monitoren via onze omgeving. 100 gig, dan heb je natuurlijk al speciale probes nodig, maar ja, die kunnen wij in het netwerk plaatsen, waardoor je dus eigenlijk nog meer inzicht krijgt in je omgeving. En met enorm hoge snelheden. Wat ik ook vaak zie is dat onze prijs-kwaliteit verhouding heel erg goed is. Wellicht hebben wij niet de allermeeste functionaliteit als je het vergelijkt met de topspelers in de markt. Maar 95% is zeker in place, waardoor je dus eigenlijk, meestal heb je niet meer als dat nodig. En ja, dan heb je ook kunnen we ook een veel scherpere prijsstelling neerzetten, wat dus heel interessant kan zijn voor onze klanten. Onze oplossing is ook als een multi-tenant omgeving op te bouwen. Dus dat kan heel erg interessant zijn voor MSP's. Dus voor partners die hun eigen dienstverlening hieromheen willen bouwen. Je kan dus één grote collector eigenlijk op je eigen of in je eigen datacenter plaatsen. En middels virtuele of kan ook hardware zijn, collectors dan wel probes, kan je bij je klanten managed dienstverlening eigenlijk op gaan bouwen. Dus je kan eigenlijk een soort SOC-light gaan bouwen voor je klanten. Dus dat is ook best een hele mooie toevoeging, wat niet veel van onze concurrenten heeft. En ja, wat ik ook een heel erg stuk of een heel erg sterk onderdeel vind van onze oplossing, is dat wij, de basis van ons is network performance monitoring. Dus dat krijg je standaard bij onze oplossing. Dus een volledig inzicht van alles wat er zich op het netwerk afspeelt. Daarbovenop heb je een anomaly detection plugin. En die zorgt ervoor dat het een network detectie en response oplossing wordt. Maar de basis, wat eigenlijk wat je toch nodig hebt om. Stel dat je een anomalie ziet, wil je toch verder kijken dan alleen het detecteren ervan. Je wil zien waar het vandaan komt en je wil dan kunnen downdrillen binnen je netwerkomgeving. Nou, dat kan dus met onze oplossing gewoon embedded. Dat zit gewoon bij de oplossing in. Wat we, als jullie geïnteresseerd zijn, kunnen we natuurlijk een aanvullend gesprek plannen. We hebben software beschikbaar die we in demo beschikbaar kunnen stellen. We kunnen ook een proof of concept on-site bij jullie bouwen. Dat zal dan door Tony, onze technische man, gebeuren. Die kan jullie er ook helemaal in begeleiden. Dus mogelijkheden zat. En ik hoop dat jullie het interessant hebben gevonden. En ik wil jullie graag bedanken voor de aandacht. En dan geef ik eigenlijk het woord terug aan Jozef. Dankjewel, Martin. Ik ben in de tussentijd natuurlijk even aan het schakelen met onze grote vriendin Nicole. Om te kijken of er nog vragen binnen zijn gekomen. En ik kijk even naar links, maar volgens mij niet. Mochten jullie vragen hebben, dan kan duidelijk dat nu. Verhaal dan, denk ik. Zeker, Martin. Zeker. Ik heb wel twee heren die Wally hebben gespot. Gespot. Kijk, dus dat is belangrijk. Dat is Jan-Willem Albeda en John Stark. Dus die krijgen van ons een leuk presentje opgestuurd. Toevallig heb ik hun adresgegevens, dus dat komt helemaal goed. Ik vraag het nog één keer, zijn er vragen? Dan kan dat nu. Er wordt getikt volgens mij. Volgens mij zijn er dan geen vragen. Dan wil ik jullie nogmaals hartelijk danken voor jullie tijd. En nogmaals, de webinar wordt opgestuurd, dus die kunnen jullie nog rustig bekijken en doorsturen naar collega's. En dan wens ik jullie een hele fijne dag.